Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Blub & Blub. De leukste en lekkerste viszaak in Hatje Utrecht. Meer info, kijk op blubandblub.nl. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Yo, hoe zijn jullie? Kom, heel fijn. Weer bruiloft of wat? Ja, sowieso man. Zometeen moet ik weer even doorgaan. Ja, serieus? Ja, even knallen gewoon. Karig man. Weet je wie ik haat het diepst van mijn hart? Ja. De Kamer Rakshia. Oh, we zijn velend soms hè. Weet je wat is met de Kamer Rakshia? Ja. Je mag niet zeggen, ik vind hun niet leuk. Ze hebben zo'n soort magie. Ja. Hun zijn de baas, ken je dat? Zodra de Kamer Rakshia gaat spelen. Gewoon hun hypnotiseren. Dan moet je. Ja. Wat is dat? De meeste mensen raken gehypnotiseerd door die, hè? En weet je wie ik ook echt haat als die dakka begint? Ken je die jonge oom of die gezellige neef? Die dan die solo dans voor de dakka gaat doen, van. En dan gaan alle nichten gaan hem snappen. Oh, Ami, hij is wat leuk, hè? Maar wist je dit? Wat? Hij blijft altijd vrijgezel. Altijd vrijgezel. Ja? Ja, hij blijft altijd vrijgezel, zeg. Precies zo. Precies. Daar houden vrouwen niet van. Waarom gaan ze klappen dan met z'n allen? Zeg maar van hier, jij krijgt die klap van mij, maar je krijgt mij niet. Ja. Ik wilde jou nog wat vragen. Wat? Die nichtje van Abdul Muttalib. Zijn nichtje? Ja. Die ene, joh. Die daar in de buurt. Hij heeft er drie. Hij heeft drie nee, die ene die daar in de buurt woont. Wie die HBO? Juist, zij die studeert. Hoe heet zij? Suhail. Juist, ja, Suhail. Ja, wat is zij? Ozeg Tabashuahed of. Weet ik echt niet, man. Nee? Ik heb 2,5 jaar in de gevangenis gezeten, man. Of. Hoezo, zeg maar, bel ik je hajjaf of zo? Ja, man, ik zit te twijfelen. Hoe kom jij uit bij Suhail? Aparte. Maar. Welke afslag heb je genomen? Ik ben Nes, luister. Ik reed langs de bus altijd en ze keek niet. Ah. Ja, zij is sterk. Zij is sterk. Ik reed langs en ze keek niet. Dat is zeg maar. Ja, en ik keek zo uit die ogen. Dat is die signaal. Maar misschien zag ze je niet eens. Oh, bus, dat zeg ik. Ik had bus. Bus, die grote bus. Ja, ding. Zij zou een beetje moeten deïnen en zo. Godsdienst, ja. Dat heb ik nodig. Welke jij met je RS hebt, misschien wil ze dat helemaal niet. Oh, kom, balans. Balans, daar heb ik allemaal over nagedacht. Hè. Uh-huh. Het moet. Vind je, moet een balans zijn. Want je zei, Deen, ik weer, ja, ik moet daar ook naartoe met de RZ en zo, is wel moeilijk, maar kijk, als zij jou de goede kant op trekt, ja, dat is wel mooi. Uh-huh. En ja, dat. Misschien Tvillis het tak kan ook. Nee, zij is sterk. Ik weet, zij is sterk. Ja? Ja. Nu een vraag aan Abdul Muttalib zelf dan, hoe je zijn nichtje zo uit. Show man. Hey, what's up? Kan gewoon nog. Show man, nee. Abdul Muttalib, kom eens even. Ik wil even met je praten. Nee. Ik heb jouw nichtje gezien. 7:00 ochtends bij bushalte. Ze is zwaar gewicht, ze is sterk. Dat praat gewoon. Nee. Dat ga ik helemaal toch niet tegen hem zeggen. Gewoon, weet je wat ik ga doen? Wat ga je doen? Ik wacht op informatie vanuit jou. Sofie! Baartje! Dit, 2,5 jaar is hij weer. Eigen supermarkt, jongen. Meme, Meme supermarkt. Meme supermarkt. Hij misschien staan bij de Ja, zwaar. Ja. Meme. Ja. Van Elif Lam Meme? Elif Lam Meme, ja. Ik heb 1,2 miljoen meegekregen. Ja. Voor 2,5 jaar? Ja, voor 1,2 miljoen. Gewoon miljonair nu. Ja. Bel ze even, moet zeggen dat ik ook... Dat je Mike, waarschijnlijk heb ik ook iets gedaan.
Ik weet niet zeker. Nee, serieus, 1,2 miljoen? 1,2 miljoen, man. Ik stond net bij je huis, man. Je oude huis. De rare Nederlander deed open, man. Ja, hallo. Je woont hier niet meer, hoor. Bij mijn huis? Waar ben je? Dinges, man. Bij die ene daar, die appartement. Ringplantsoen of zo. In Barendrecht? Ja, 18, ja. Nee, man. Zo, weet je hoe lang daar aan weg ben, hè? Waarom ben je verhuisd? Waarom ben ik verhuisd? Kijk, die woning is niks mis mee. Die ellende eromheen, man. Hypotheek, rente. Ja, rente. Rentevraag, ja. En ik was er nooit mee bezig eigenlijk. Ja. Echt vanaf het moment dat ik de hypotheek had afgesloten, dat ik die woning had gekocht. Gewoon ik, alsof ik in een gore fase van mijn leven kwam. Gewoon in het uitgaansleven. En ik werkte daar volop gewoon. Heel die periode was het gewoon. Ja, zat ik gewoon in een duistere, gare wereld, gewoon, eng. Ja. Maar nu, ik zeg, alhamdulillah, ik heb het verkocht. En ik voel me gewoon sowieso, voel ik me innerlijk gewoon fris, schoon, rust. Hoe verleidelijk het ook is, want soms denk ik van, ja, als ik wil, kan ik morgen op een appartement of een woning met tuin, dit en dat, veel goedkoper. Ja, het is haram, maar ja, toch, even toch. Die rente maakt iedereen kapot. Maar je bent nu lekker van je koopwoning af? Ik ben er vanaf, ik huur nu. Ik zeg je eerlijk, ik betaal meer huur dan wat ik daar... Maar gewoon, het gevoel... Het maakt niet uit. Rust. Ik heb 2,5 jaar vastgezeten, dus je leest boeken na boeken, ja, weet je. Zeker. Alhamdulillah, ik was ook begonnen met bidden en zo, weet je. En toen las ik dat over hoe erg rente van die was. Het is alsof je hashtag gemeenschap hebt met je moeder naast de Kaaba. Ik schrok me doodgek. Dat wist ik niet, man. Ja, gek. Die is erg. Dan maar geen leuke woning, hoor. Nee, man, dat is een valstrik, jongen. Boobytrap is dat. Je denkt, lekker wijf, alles erop en eraan en dan opeens zie je haar de volgende dag. Dat is een man. Met snor alles gewoon. Baard ook, alles. Helemaal gewoon. Ja, maar zeker. Je koffie... Ja, is goed. Zeker. Ja. Eentje. Ja. Stilletjes aan begon ik mijn leven weer op te pakken. Al had ik er nog wel moeite mee om mijn draai weer te vinden. 2,5 jaar vastzetten gaat je toch niet in de koude kleren zitten. Iedereen is met zijn leven doorgegaan en ik moest weer aanhaken. Broer, man. Zo, gewoon vaste verbreken bij Azeldon, kassa hebben. Tuurlijk, kassa. Apart, man, vaste trouwens, zo, buiten de Ramadan. Ja. Heb je thee voor mij gedaan? Ja, dankjewel, man. Bismillah. Voor degene die deze dag vast? De Ashura deze dag, tuurlijk, hè? Tuurlijk, kassa hebben. Ja. Allah zal zijn kleine zondes allemaal vergeven voor de komende jaar. Kleine zondes? Ja, man. Alles. Van aankomende jaar, heel van jaar? Alles. Eén dag vasten? Eén dag vasten. Zo. Subhanallah, ja, man. Broer, je bent echt dom als je deze dag niet vast, jongen. Goed dat jullie tegen mij gezegd hebben, Anas, ik wist die niet, man. Ah ja, mijn broer, ja, ja. Weet je hoeveel zondes, inshallah, er nog van mij vergeven moeten worden? Wij allemaal, broer, ja. Zij zit een beetje zat. Maar subhanallah, als ze weer buiten gaan. Gierig, dat heb je wel eens gegeten, Anas. Ja, honger, man, blut. Ah, hier, een beetje. Wat zeg jij, Anas, man? فين منور يا صاحبي؟ نسيت لينا 20 مانسي زيد دوز قدامي يا صاحبي دوز واسمع لي يا بنادم راك صدعتي لي مخي كحلتي عليا دليلة نيشان يا صاحبي فين سمح لي كابنيك ساندي سمح لي زيد دوز واخويا خالد الله يتعتقتيني يا صاحبي يا بمخرات فنداخ يا صاحبي بس خبر دم ديزا هوفت اس 20 مانسة فخيتها يا صاحبي 20 مانسة فير طافوس هيلما نو ما ديزا بانكي اخت ايوغ دانكبار مان بس اخت بيش ترك مان بعد يا بمي تسدور افي خوبة مان يا الله يعطيك رضا يا اخويا جلال برضو مسخصتني الباوس من دي فلاختشس فنسان نيرلانس فنسان تخ مغربة ولا منور وسكتنا دابا صافي شت ستيلته صافي شت صافي هاي صوتها يا صاحبي دي بوتش كابا دي سخوت هاي ستيلته سخوت خفا عليك فخت راسها زيك يا صاحبي زيد خذوك سيف بايدي Die brede gasten, die beveiligingsgasten, wie zijn nou sterker, deze vechters of hun? 60 kilo geef hem één hoek, als hij mij gaat naar beneden, broer. Dus die beveiligers zijn sterker dan de kickboxers? Niet gek geworden, kickboxers maken hem doodgek.
Ik volg je nou niet. Wie is er nou sterker? Kickboxer. De beveiliger of de kickbokser? Kickbokser, dat zijn. En mijn kickbokser weer 60 kilo. Ga weg, man. Beveiliger 120 kilo. Ja, dat is het nog. Als je hem één goede hoek geeft, gaat hij gelijk slapen. Denk je? Alaikum salam. Bruiloft in Culemborg? Uh-huh. Nee, we hebben vanaf 29 euro prijzen hebben wij per tafel. Dus dat kunnen wij niet zijn geweest. Moment. Jelle, die heb ik. Snel ik. Die heb ik gerecht. Van Culemborg, toch? Ja. Die heb ik gerecht. Momentje, ik bel je zo terug, ja? Jalala. Walem nouwer. Sinds wanneer praat jij met klanten, Sabi? Sinds wanneer? Jij was bezig, druk. Safi, sikitna, Safi. Jij hebt mij totaal los verklaard, kapot, totaal los. Totaal los, Safi. Safi, sikitna. Ik heb je, toen we binnenkwamen, heb ik je al gezegd, Safi, stil. Broer, mijn broertje is een beetje parig geworden, Safi. Wie? Mijn broertje. Vind je kleine? Ja, man. Mello. Ik vind, hij schat mijn moeder uit, hij maakt alles kapot. Meen je dat nou? Ja, Safi. Sloop dingen thuis. Heb je hem al aangepakt? Ah, mooi, ik heb hem vorige keer even aangepakt. En toen is hij weggelopen. Meen je dat nou? Heb ik hem niet meer gezien. Niet? Niks. Wat zegt je moeder? Wil je huilen, ja, wat moet ze doen? Ja, ze zat misschien. Maar hoezo wilt hij geld? Ja, ik weet niet, broer. Ik weet niet of hij gok, of hij rookt, of hij drinkt. Lauw aan. Echt mijn best voor je gedaan. Ik zie het, man. Wat ze fischket zijn naast haar, we zien het, herrek. Oei. Khalid, Allah hafdaka goya. Je hebt ons gered vandaag. Ah, doe eens. Allah hafdaka goya. Ik kom binnenkort terug, hè. Ik ga jullie delen op Facebook, sahbi. Ajjad. Ja? El Allah aan. Doe eens minna, hier oversteken, sahbi. Oh, en de stand op binnen.